Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Deze vlog gaat over Cloak & Dagger nummer 2. Die was ik gisteren aan het lezen en er zit een hele frappante scène in die ik je even wil laten zien. En het is oorspronkelijk Cloak & Dagger nummer 3 waar het eigenlijk mij om gaat. Dus daar gaan we eventjes naartoe. Sowieso speelt Spider-Man een gastrol en dan worden we getrakteerd door Rick Leonardi op deze pagina. Ik laat je eerst de hele pagina eventjes zien. Peter gaat bij Cloak & Dagger langs en kleedt zich even om. Dan moet je kijken hoe gaaf dit eruit ziet. Het is wel een van de coolste Peter Parker kleedt zichzelf om scènes die ik ooit heb gezien. Ja, vind ik echt super gaaf getekend door Leonardi. Ik ben niet iemand die originele pagina's verzameld, maar als ik geld zou hebben, dan zou ik deze zeker een kandidaat zijn om. En dan zo'n gekke graffiti op de achtergrond hier. Vind ik heel leuk. Goed, hij gaat op een gegeven moment langs bij Cloak & Dagger. En eerst wil Cloak Spider-Man helemaal niet laten praten met Dagger, want hij weet dat haar stiefvader namelijk naar haar op zoek is. Die is hier, dus dat wil hij aan haar vertellen. En Cloak is heel beschermend, eigenlijk een beetje een jaloers vriendje, zo kun je hem wel zien. Dus hij wil eigenlijk Spider-Man bij Dagger weghouden. Terwijl Dagger eigenlijk nog steeds een normaal leven wil leiden, ook al heeft ze superkrachten. En we zijn anders geworden onafscheidelijk als het licht en de duisternis. Denk je dat mijn stiefvader dat ooit zal begrijpen? Dus ze zit nog erg aan te twijfelen. En Peter Parker gaat haar eigenlijk overtuigen, proberen te overtuigen dat ze ook een normaal leven kan leiden. Want hij weet dat het hebben van een krachten. Hè, jullie zijn niet de enige die speciale krachten hebben. En niet de enige met problemen. De truc is voorkomen dat je kracht het probleem wordt. Dat een wig tussen jezelf en anderen drijft. En wordt hier een mooie achtergrond gegeven. Peter en oom Ben en tante May en Peter op school. En dan hier als Spider-Man. Ik vind echt Leonardi echt een kunstenaar. In deze comic ook weer. En dan gaat Peter nog even verder. Ik heb het gevoel dat Cloak het leuk vindt wat hij geworden is. Maar jij niet, Dagger. Jij haat dit leven. Je zou liever thuis zijn. Gewoon naar school gaan. Naar een feestje met je eerste vriendje. Zijn hart tegen het jouwe voelen bonzen. En vasthouden. Terwijl je danst tot diep in de nacht. Wachtend op het moment dat hij je eindelijk zoent. Kijk, en dan trekt ze hier Peters masker er gewoon af. En hebben ze een intiem moment. Ik denk dat vond ik frappant. Dus Spider-Man wordt gewoon ontmaskerd door Dagger. En ze zoenen met elkaar. In een soort, ja, beetje dromerige scène is het. Je hoort bijna de walsmuziek of waar ze dan ook op dansen. Hoor je op de achtergrond. En ik denk, wauw, dit is echt wel, ja, een beetje poëtische scène zelfs. Maar het mag niet lang duren. Want het jaloerse vriendje is jaloers. Houd op, Spider-Man verleidt Dagger niet met iets wat ze nooit kan hebben. Wat Cloak, een normaal leven, geluk, liefde, zo simpel is het niet. Omdat jij het moeilijk maakt, omdat jij haar niet wil verliezen. Nou, uiteindelijk laat Cloak dan zien hoe hij de wereld ziet en hoe duister eigenlijk de stad op hem overkomt met daders en slachtoffers. Dat maakt ook indruk op Peter en dan ziet hij het van hun kant. Eigenlijk is er een soort dialoog, hè, tussen dit team en Spider-Man. Dan komen ze tot wederzijds begrip. Dus dat is ook alweer mooi, vind ik. Sowieso, dat wou ik je ook nog eventjes laten zien. Ik vind de kleuren echt fantastisch in deze comic. Dit is natuurlijk ouderwetse manier van drukken. Maar gewoon hoe Spider-Man's rood hier te zien is en dat blauw. Ja, dat zie je eigenlijk niet als je nu een herdruk zou voorgeschoteld krijgen in een Epic bijvoorbeeld op glad papier, dan worden de kleuren toch anders. En het werkt gewoon heel erg goed, vind ik, in deze vorm van de strip. Dan kan je die scène even laten zien. Ik vond het erg bijzonder.
En uiteindelijk begrijpt Peter dus iets meer van Dagger en van Cloak ook. Dus dat is mooi. Maar die, ja, dit is toch een mooie scène, moet je kijken. Mooie compositie ook. Gewoon, hij pakt haar hand. En dan hebben we hier eigenlijk, hè, staan ze superimposed bij de andere plaatjes zo. Ze dansen als het ware door de pagina heen. En dan heb je dit, ja, toch romantische moment. Dat ze eventjes met elkaar zoenen. Ik bedoel, Dagger is niet lelijk. Dus ik snap Peter wel. Maar ja, het zal nooit wat tussen die twee worden. Wat me wel opvalt is, dit is dan het derde deeltje van Cloak & Dagger wat ik aan het lezen ben. Of tenminste, het tweede deel bedoel ik. En het maakt het Amerikaanse derde deel. En het is allemaal, dat viel ons al eerder op, hè, bij eerdere vlogs. Mij viel dat op, maar jullie ook. Het is allemaal wel heel somber en duister, die wereld van Cloak & Dagger. En ze zijn de hele tijd maar, ja, dealers aan het afmaken en aan het bestrijden en weet ik het allemaal. Op een gegeven moment denk ik, ja, misschien is dat ook een beetje wat de serie de das om heeft gedaan. Dat het gewoon op een gegeven moment te somber is om te blijven lezen. Dat is wat ik nog zat te denken toen ik deze comic aan het lezen was gisteren. Maar goed, leuk. Mooie tekening ook van Terry Austin aan de achterkant. De achterkant van Cloak & Dagger. Ik denk, ze zijn leuk voor bijfiguren misschien, deze personages. Misschien niet voor een eigen serie, maar dat denk ik nu. Misschien als ik wat meer deeltjes heb gelezen, dat ik daar weer anders over denk. Dat zou zomaar kunnen. Ik ben wel benieuwd of jij heel erg bekend bent met deze reeks. En wat jij vond van deze scènes. En vooral ook van de kleuren en hoe het getekend is. Ja, ik vind dit echt smullen. Ik vind dat echt heel fijn. En daarom heb ik ook dit YouTube-kanaal. Om het aan jullie te laten zien. Wat er voor gave dingen gemaakt wordt allemaal. En gemaakt werd ook vooral. Ook door Terry Austin trouwens geïnkt. Deze cover. En getekend natuurlijk door Leonardi. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen op naar een volgende.